Eerste hulp voor bomen. Met bouten zijn de dode takken weer aan elkaar gezet. Groeien doen ze niet meer, maar het straalt wel een soort optimisme uit. De bomen zijn bedacht door Ai Weiwei. Net als dit werk, Forever. Met allemaal fietsen van dat in China heel bekende merk. De economie in China gaat als een speer en er zijn steeds meer auto's en ook steeds meer luchtvervuiling daardoor. En dit zou je kunnen zien als een vrolijke, misschien ook wat weemoedige hommage aan de fietsende Chinees. Ja, hij is typisch een ideeënkunstenaar, een conceptuele kunstenaar zoals dat ook vaak wordt genoemd, die bedenkt wat hij wil en het eigenlijk door anderen kan laten uitvoeren. De kunstenaar is in Tilburg alleen maar op video aanwezig. Ai Weiwei mag van de Chinese autoriteiten Beijing niet uit. Het is natuurlijk een geweldige buitenkans dat hij bereid is geweest om bij ons te exposeren, want het is iemand die overal wordt gevraagd. En voor onze 20e verjaardag vind ik dit wel een mooi cadeau. In de tuin staat deze Fountain of Light. De vorm komt van een Russisch communistisch monument dat 400 meter hoog had moeten worden. Deze is veel lager, maar wel aangekleed als een kroonluchter. Waardoor dat sterke, krachtige, vooruitstrevende weer terug wordt gebracht tot het burgerlijke kroonluchtertje van ooit. Met 7000 watt aan verlichting en al die kristallen krijgt het wel iets vrolijks. En vrolijkheid wordt ook vaak gebruikt om iets wat heel treurig is te verbergen. Ik denk dat het eerder zo'n soort vrolijkheid is. Het grote plein midden in het museum is nog helemaal leeg. Zaterdagmorgen gaan ze hier een tapijt van miljoenen porseleinen zonnebloempitten neerleggen. 1600 arbeiders zijn er een jaar mee bezig geweest om die te maken.